De regering van Suriname verwerpt beweringen van vormfouten bij de benoeming en installatie van de RVC van de Centrale Bank van Suriname en benadrukte dat deze in lijn was met de nieuwe bankwet. De oude RVC-leden werden correct geïnformeerd voorafgaand aan de installatie van de nieuwe RVC en respecteren hun bijdragen. De regering vertrouwt op de huidige minister en governor voor financiële leiding, terwijl ze oproepen tot discussies over bestuurlijke instituten vanuit nationaal belang en niet vanuit frustratie. De internationale gemeenschap prijst het economisch beleid van de regering, meent de regering. De stichting Gebouwd Erfgoed Suriname laat op haar Facebookpagina weten dat het World Heritage Committee herhaaldelijk heeft aangedrongen op uitbreiding van de bufferzones rondom de historische binnenstad van Paramaribo om het erfgoed te beschermen vanwege de gaten in de bestaande bufferzones. Gebieden zoals het winkelgebied ten westen van de Heiligenweg en Pastoor Bakajari dienen toegevoegd te worden als bufferzones. Het negeren van deze vereisten kan de outstanding universal value van het werelderfgoed beïnvloeden. De voorgestelde parkeergarage van Jog NV aan de Domineestraat valt binnen de voorgestelde uitbreiding van de bufferzone en wordt beschouwd als een potentieel negatieve interventie in het erfgoedgebied. RK, 39 jaar oud, is vanmorgen om het leven gekomen tijdens een gewapende roofoverval op een adres in het politieresort Livorno. De politie heeft na melding van de overval de locatie onderzocht en vastgesteld dat RK tijdens de overval letsel heeft opgelopen en ter plekke is overleden. De daders zijn gevlucht met een mobiele telefoon. Onderzoeksdiensten en instanties zijn ter plaatse en er wordt hard gewerkt aan de aanhouding van de verdachten.